Honderden uren aan beeldmateriaal heeft de politie binnengekregen naar aanleiding van de fatale mishandeling op de Wallen afgelopen zaterdag. Het slachtoffer dat in Amsterdam was voor een vrijgezellenfeest wilde een ruzie sussen. Hij greep in, maar als hij zelf in elkaar wordt geslagen, krijgt hij geen hulp en wordt er vooral gefilmd. De smartphone is een werkelijkheid waar we mee leven en mensen filmen dus ook. Soms vraag je wel af van, ja, moet je alles willen filmen? Ja, ik schrik daar wel van. En de reden is eigenlijk dat, het is een heel ernstig gebeurtenis. Het gaat om iemand die daar overlijdt, uiteindelijk in ieder geval. Dus dat mensen dan gaan filmen in plaats van ook helpen, is natuurlijk wel iets wat vreselijk is. Ook politie en ambulancepersoneel beklagen zich op sociale media over de reflex van mensen alles direct te filmen in plaats van eerst hulp te verlenen of 112 te bellen. Voor politieagenten is dit meerdere gevallen echt wel een heikel punt. De afgelopen tijd zijn er verschillende agenten die via Facebook een dringende oproep hebben gedaan van mensen, denk nou eens na wat je doet. Ga niet filmen als ik een leven aan het redden ben of als ik bezig ben om onderzoek te doen bij een dodelijk ongeval. Omdat dat heel veel inbreuk maakt op de situatie. Die echt een oproep doen, stop ermee. Afgelopen vrijdag post een woedende agent op Facebook zijn afschuw over mensen die na een dodelijk ongeluk op de A12 filmpjes maken als ze langsrijden. Ze filmden het voertuig, het kenteken, het slachtoffer en reden door zonder hulp te bieden. In wat voor wereld leven we? Ik snap die emotie van agenten heel goed. Want als je je werk staat te doen en je bent bezig om levens te redden, om mensen te helpen op een moment dat ze het heel zwaar hebben, dat er zo'n heftig ongeluk is gebeurd, dan snap ik heel goed dat het je raakt als andere mensen dat filmen. Hè? Want dat het maakt zo'n inbreuk op wat daar gebeurt op zo'n moment. Nee. Oh, kijk, hij gaat spuiten. Cool. Het kenteken was daarbij zichtbaar, de auto herkenbaar. Als dat soort beelden op social media belanden, en dat gebeurt nogal snel, het staat al snel op Twitter, Facebook, Instagram, bekenden van het slachtoffer zien dat, dan weten ze via social media dat hun dierbare daar op dat moment ernstig gewond in zo'n auto ligt. Waarom doen we dit? Waarom willen we een ongeluk, een vechtpartij, direct filmen in plaats van te hulp schieten? Waar komt die reflex vandaan? Wat we zien is dat gewoon in de afgelopen jaren dat die mobiele telefoon een soort verlengstuk van jezelf is geworden. Waardoor je al heel snel gaat filmen, heel snel die mobiele telefoon gebruikt. Vooral als je ziet dat heel veel mensen gaan filmen, kom je heel snel op dat idee. En voordat je het weet, ben je aan het filmen. Oh, ah. Oh, shit. Oh, ze rennen. Maar een heel belangrijk motief voor degene die daarmee begint en voor dat we dat ook zelf doen, is eigenlijk dat je niks wilt missen. Laat ik het vastleggen, want ik wil toch even kijken wat hier gebeurt. En of dat nou een vechtpartij is of iets anders dat heel erg opzienbarend is, dan zullen mensen al heel snel dat mobiele telefoontje pakken, simpelweg omdat men niks wil missen. En zijn we met de komst van de smartphone ook minder snel bereid om hulp te bieden of in te grijpen? Die mobiele telefoon werpt wel een extra drempel op. Want stel dus dat jij heel snel gaat filmen, met name ook omdat je het andere mensen ziet doen, dan ga je niet zo snel ingrijpen. Het wordt lastiger om die mobiele telefoon weer op te bergen. Dus het is wel een extra drempel waar je overheen moet stappen. Maar het verhaal heeft ook een keerzijde. Dankzij beeldmateriaal kan soms wel een dader worden opgespoord of de oorzaak van een ongeluk worden achterhaald. Soms roept de politie juist actief op om beeldmateriaal op te sturen. Maar zo waarschuwt de politie, we moeten uitkijken dat we niet doorslaan. Natuurlijk heeft het de voorkeur dat mensen zich om elkaar bekommeren in plaats van dat ze het leed van anderen gaan filmen. We zijn soms met die beelden geholpen, maar het slachtoffer is vaak veel meer geholpen met mensen die zich over hem of haar ontfermen.